Het is woensdag en dus weer tijd voor U in de Wijk, Kanaleiland. En wat hebben wij deze week voor u in de uitzending? Wel nu, Joost is verder gegaan met zijn zoektocht naar muurkunst in de wijk. Zelf ben ik geweest bij een Hindoestaans festival. En we zijn geweest bij Huis van Vrede, waar de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg en Welzijn een paar checks hebben overhandigd voor het goede doel. Dus veel kijkplezier. Een jaar of 15 geleden heeft Eiland 8 initiatief genomen om een aantal muurschilderingen te laten maken op Kanaleiland. En dat hebben ze laten doen door Stijn en Wessel Koning uit Amsterdam, twee broers. En aan de Churchilllaan hebben er een paar gestaan. Die zijn helaas verdwenen. Iedereen die zal zich nog wel het meisje op de schommel herinneren. Dat was altijd erg leuk als je daar langs fietste. Waar nu de Klausbrug is. Maar hier aan de Bernadottelaan, daar staat er nog één schildering van hun. En dan zien we een yin-yang teken en een flatgebouw. En ook twee bellen. En dat doet herinneren, denk aan een van hun andere schilderingen. Een meisje met de bellenblaas. Dat stond hier een eentje verderop. Een meisje wat heel mooie bellen wegblaast zo in de lucht. Dus was altijd heel vrolijk voor de kinderen uit de buurt. Maar nu staat deze ene hier nog aan de Bernadottelaan. Het cultuurhuis in Kanaleiland houdt zich al bijna 20 jaar bezig met het ontwikkelen van talenten bij jongeren en het stimuleren daarvan. En tegenwoordig heet het Box Cultuurhuis. Utrechtse schilder Sigmund Visser die heeft hier een mooie letterkunstwerk op de muur gemaakt. Boost Your Talent. En hij is bekend om zijn mooie kleurgebruik. Hier heeft hij een keer wat anders gedaan en zich tot drie kleuren beperkt. Het Centraal Museum in Utrecht wilde graag met hun kunst naar buiten komen. Dat hebben ze eerst gedaan door hele grote reproducties van schilderijen op papier op de muur te plakken. Onder andere in de Bleekstraat en aan de Van As van Wijkstraat. En een paar jaar geleden hebben ze door het schilderscollectief De Strakke Hand een aantal schilderijen van caravagisten heel groot op de muur laten zetten. Waaronder dit schilderij van Dirk Baburen. Dat is een schilderij van 400 jaar oud. Dat staat hier nu op Kanaleiland Noord. Op de muur heel groot uitgevoerd. En het collectief De Strakke Hand had zijn basis hier vlakbij. Ook in de wijk. Dus het is wel leuk dat ze hier vlakbij hun eigen huis dit konden schilderen. Het buurtcentrum Hartje voor Kanaleiland heeft 2 jaar geleden een muurschilderdag georganiseerd. Het heeft Ingelot van der Pol, een kunstenares, heeft samen met moeders en kinderen uit de buurt hier 4 schilderingen op de buitenkant gemaakt van Hartje van Kanaleiland. Daar geven ze de activiteiten een beetje mee weer, de gezelligheid, thee zetten en lekkere hapjes. En verder mooie kleurige afbeeldingen. Een jaar of 60 geleden zat hier de ingenieur Versveld MTS. En dat is al lang geschiedenis. Maar nu zit er hier een bedrijfsverzamelgebouw. Dat heet De Pionier. En die hebben toch de geschiedenis van de oude school een beetje in beeld willen brengen. Dus ze hebben foto's van jongens van de MTS die aan het werk zijn, aan het leren zijn. Die hebben ze op glas afgedrukt en die staan hier nu op deze zuil. Vandaag komt de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn naar Huis van Vrede. En ze komen niet met lege handen, want er gaan 2 checks overhandigd worden. En wij gaan zo eens even kijken aan wie die checks overhandigd gaan worden en waarom. Wat gaan jullie ermee doen?
En we zijn er echt heel blij mee. Dus we gaan het gebruiken voor de activering. Daar is heel weinig budget voor. Dus de activering houdt in dat we een sportabonnement gaan afsluiten. Maar ook dat we gaan investeren in een nieuw huis. Dus meer plekken voor mensen die op straat wonen. Want even voor alle duidelijkheid. De toevlucht vangt mensen op zonder papieren. Dus meestal uitgeprocedeerd. Maar die niet direct terug kunnen. Klopt, ja. Dus het zijn eigenlijk mensen tussen wal en schip. Vaak belanden ze hier bij een loket. Dus dan zijn ze de eerste procedure zijn ze afgewezen. En als wij denken van hey, er zit nog wat in. Dan kunnen ze hier even wat uitrusten. En met juridisch perspectief kijken met vluchtelingenwerk. Wat er nog mogelijk is. Marius, je hebt vandaag namens jouw eigen organisatie twee checks overhandigd. Waarom is dat voor jullie belangrijk? Nou, wij zijn een vereniging die best wel een beetje ver van de praktijk afstaat. Hè, want toezichthouders die zijn vooral met de leiding van de organisatie bezig, bestuur. En staan die met raad en daad bij. Maar we vinden eigenlijk dat de grote vraagstukken in de samenleving steeds meer in buurten en wijken afspeelt. En dus hebben we gekozen als jaarthema toezien in samenspel met de samenleving. Dus hoe ga je nou als toezichthouder veel meer naar daar waar de vraagstukken zijn. Hè? En dat kunnen vraagstukken zijn van armoede of van geestelijke problematiek of van ouder wordende mensen die eenzaam zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar zorg- en welzijnsinstellingen zich mee bezighouden. Maar hoe ga je nou die raden van toezicht daar meer bekend mee maken? You live in Toevlucht. How long have you been in the Netherlands? I have been in Netherlands about 2 years. But you still don't have a status. Yes, because I got negative decision from IND and for now I don't have place to live. Just here in Toevlucht they give us a place to live and I can stay here. Waarom is het zo belangrijk om die mensen te activeren? Hebben die weinig te doen? Ja, er is eigenlijk heel weinig mogelijk. Ze mogen niet werken en iedereen struggelt echt met mentale issues, dus trauma. Er is geen toegang of geen snelle toegang tot psychiatrische of psychologische zorg. Dus het enige wat je dan kan doen is op je slaapkamer zitten en wachten tot je problemen over zijn. Daar is natuurlijk niemand mee geholpen. Dus sport is echt iets heel fijns als het kan. We hebben net gehoord dat jullie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn een bedrag hebben gekregen. Onder andere om deze weggeefwinkel te pimpen. Vertel eens meer. Ja, klopt. Dit is de weggeefkast van Huis van Vrede. En ik ben sinds 3 weken denk ik nu betrokken. Het was een beetje een zooitje. Er zijn heel veel mensen die er heel veel werk in gestopt hebben. Maar het bleef een beetje een rommel. En ik vind het heel leuk om te helpen organiseren. Dus ik heb sinds een aantal weken dat gedaan. Ja, we willen eigenlijk gewoon meer investeren in deze kast. Het is eigenlijk meer een winkel aan het worden. Alles is nu gratis. Maar ik wil bijvoorbeeld een rek gaan maken met schatten erop. Wat mensen kunnen bieden op dingen die mooi zijn. En je zegt van nou, het is al best druk. Maar toch even voor de mensen die het nog niet weten. Wat zijn de openingstijden? Op dit moment hebben wij de dinsdag en de donderdag zijn wij open. De hele dag? Van 1 tot 4. Waar hebben we net naar gekeken? Wat is de gelegenheid? Wij vieren op dit moment de 9 nachten van Durga. En Durga is onze moeder in de hemel. De moeder die ons geschapen heeft. En de moeder die alle kracht bezit. Op het moment dat wij de rituelen uitvoeren, vereren wij de moeder. Wij staan haar ter dienste. En dat doen wij door middel van een beetje rooswater om het geurig te maken. Een beetje wierook om slechte energie weg te halen. We hebben een dia laten zien, een lichtje, een theelichtje. En daarmee zorgen we ervoor dat alle slechte energieën binnen ons en ook buiten ons verdwijnen. En we offeren een bloemetje. We doen het offer van de melk over het beeldje heen, wat een hoertje wordt genoemd. Zorgen wij ervoor dat Durga later gebaden wordt. En aangezien Durga ook in ons lichaam aanwezig is, worden wij ook gebaden met al deze mooie kleuren.
En het is een onderdeel van een week, dus het is ook een speciale week of alleen een speciale dag? Er zijn er 9 nachten van Durga. Durga heeft namelijk 9 verschijningsvormen en dagelijks wordt er een specifieke verschijningsvorm genoemd. Maar ik zie heel veel van de dames zijn vandaag in het geel. Is dat ook nog een speciale kleur voor vandaag? Durga Mata draagt op zich alle kleuren. Vandaag is de nacht gewijd aan Kushmanda Mata. En Kushmanda Mata is degene die in de zon verblijft en die zich straalt en licht geeft. En vandaar zou de kleur geel inderdaad heel passend zijn. En ik zag dat jij volgens mij in een soort opleiding dit doet. Ja, ik ben in de val een soort van de hulp inderdaad. Ik doe dan in het geval samen puja samen en de panditje. Ja, voor ons is het dus zo dat alle rituelen die wij uitvoeren, willen wij samen delen met anderen. Ja. Dus ik als de priester zijnde, ik doe dit vaker, dan heb ik liever dat er ook een gast aanwezig is. En hij is in de vorm van een gast hier aanwezig. En dan mag hij de rituelen doen. En zodat we allemaal kunnen zien dat Durga Mata voor iedereen hier aanwezig is. En dat hij ook de liefde van Durga Mata kan krijgen. Dat was het weer. Wilt u de uitzending nog een keer terugkijken of de verschillende items? Ga dan naar uindewijk.nl. En tot volgende week.